vanuit Amsterdam is dit het Musical Awards Gala 2019. Voel je nu? Ik voel me heel goed. Ja, ja zeker. Ja, je zit goed in het pak. Ja, ik voel me goed. Je moet zeker alle andere kleren kopen, denk ik. Ja, dat is niet normaal. Ik ben alleen maar aan het shoppen. Alleen maar shoppen, denk ik. Heerlijk, ja. Heerlijk. Hey, wat ga je van deze avond verwachten? Nou, ik doe de opening van de show, maar okay. Samen met Freek en Davina. En nou, dat wordt wel leuk. Wordt te gek. Ja. Daar heb ik heel veel zin in. En ga je nog wat dingen doen nog? In het theater? Ja, ja. Voorlopig nog niet. Even lekker rustig aan? Ja. Samen met Jamai en Freek ga ik het openingsnummer doen voor de Musical Awards vanavond. En dan ga ik al Never Love Again van The Star Is Born doen. Wauw, hé. Hé, maar het is toch fantastisch dat het zo in één keer... Ja, jouw carrière gaat ook als een pijl, hè? Ja, het gaat als een raket. Want jij bent ook genomineerd voor de Edison. Klopt, ook nog. Ja, heel veel geluk mee. Wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er bij jou thuis? Bij mij thuis gebeurt er niet zoveel, hoor. Ik ben eigenlijk niet zoveel thuis, dus als ik thuis ben, dan is het gewoon plat. Maar ja, het is allemaal heel veel. En, maar het gaat gewoon door. Ik heb zoiets van, ik vind het heel vet allemaal, maar het is zoveel. En, het is gewoon... natuurlijk heel veel plannen. Mensen willen heel veel dingen met je. Of zijn er al dingen die al weer maar concreet zijn? Nou, het belangrijkste voor mij voor nu is gewoon dat ik in februari mijn eigen single ga uitbrengen. Mijn eerste. En daar hebben we heel veel tijd en aandacht en liefde aan besteed. En ik heb enorm veel zin om gewoon mijn eigen stempel te gaan drukken. En ik hoop dat mensen het leuk vinden. En vanaf dat moment gaan we gewoon doorknallen. En ik ben nog nooit genomineerd geweest, hè? Dus ik vind het superleuk. Jeetje, dus was ik zenuwachtig toen je hier zat. Zenuwachtig, moeilijk. Ik heb me in een jurk gelijnd. Nee, hoor. Oh, dat toch? Ja. Nee. Nee, maar het is ook wel leuk met de cast, hè? Want het is ook echt een... Super, en we hebben heel veel nominaties. Ongelooflijk. En dat vind ik heel terecht, als ik heel eerlijk ben. Ja. Want ik vind ons echt goed. En we hebben een goede show, een mooi product. Dus ik vind ook dat gehonoreerd mag worden. Ja, dat was sowieso wel vraagtekens van de Addams Family Musical. Vond je dat ook niet? Ja, maar het is een erg leuk stuk. Ja. En het is een goede cast, goede ploeg, ook backstage, zeg maar. Dus dat moet wel eventjes gehonoreerd worden, vind ik wel. Ja. En hoe vind je van de andere vrouwelijke bijrollen die ook genomineerd zijn? Ja, die zijn ook allemaal hartstikke goed. Dus het is niet zo dat als ik het niet win, dat ik dan helemaal huilend naar huis ga. Want die dames verdienen het ook, hoor. Ja. Daar gaat het niet om. Maar in zijn algemeenheid vind ik het heel mooi dat onze show zoveel genomineerd is. Ja, zeker. Ja. En natuurlijk, wat ga je daarna nog doen, hè? Na de Addams Family. Wat ik daarna ga doen? Ja, plannen. Ja, er zijn wel plannen. Ik heb eigenlijk helemaal niet over nagedacht of ik dat mag zeggen. Oh. Ja, dat weet ik eigenlijk niet.